kijkers, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag zijn we weer bij deze map waar ik was aan het werken. En nu moet ik de oors nog gaan doen. En dat zou normaal niet, dat zou niet zo lang duren, maar ja, het is flink groot geworden. Ik wou hem eigenlijk wat lager. Ik wou dit platform hier zo op 70 hebben, maar ik weet niet hoe ik het naar beneden moet halen zonder world edit of zoiets. Maar ja, ik heb niks kunnen vinden zonder plugin of zoiets, dus ik moet het hier maar mee doen, anders moet ik weer 3 uur verspillen dit helemaal opnieuw te bouwen. Maar dan lager, en daar heb ik geen zin in, dus nou, hoe ik load het maar gewoon, kijken of dit werkt. Hopelijk wel. Ik geef me even zelf nachtvision. Oké. Okay. Maar je ziet, nu hebben we ook grotten hier zo en dat soort dingen. Hier heb ik geen steen. Ik heb eigenlijk in een andere wereld heb ik dan met structure blocks een stuk geselecteerd. Eerst heb ik dan met het fail-command het steen weggehaald en de structure blocks voor in de plaats gezet. Dus dan heb je hier niet allemaal steen en blijft het steen hier nog gewoon en krijg je die mijnen er ook. Dus dat is handig. Dan krijg je eigenlijk gewoon normale generatie in je ding. Maar het duurt flink lang om het in zo'n groot ding te stoppen. Oké, ik heb iets bedacht. Ik heb alleen geen idee of het gaat werken. Nee, maar waarom niet? Oké, er was dus een fout. Nu zou dit, als het goed is, moeten werken. Dus nu zijn we hier zo. En dan min 70 is 105. Dus als we zo doen, ja, dan zijn we op 105. Oké, dat is mooi. Dus nu moet ik weer dit gewoon overal heen spammen. Oké, kijkers, daar ben ik weer. Dat duurde weer 2 uur, dat timelapse die ik zo net liet zien, als het goed is. Dus als het goed is, liet ik hem zien. Ik heb nu een nieuwe wereld gemaakt met een super flat overworld wereld, maar dan wat veranderd, dat hij dezelfde hoogte is van de map, dat ik dus precies de goede grootte heb en zo.
Dus... hopelijk werkt dit. Save. Chunks 1. Dan de maximale grootte. Dus dit. Even zien. Heb ik hem de goede kant op? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is dus 2 chunks bij 2 chunks. Dus ik moet hem deze kant helemaal op doen. Oké, dus je ziet, nu kopiëren we dit helemaal. Alleen niet in de hoogte, dus daar moet ik nog meerdere doen. Maar voor de rest gaat dat dus goed. Nou, oké, ik heb dit allemaal dus zo met allemaal structure blocks opgeslagen. Dus ik heb gewoon 1, dan 1B, 1C, 1D. Dus... maar dit is niet groot genoeg voor mijn eiland. Dus dan doen we dus F3 plus G weer. Dan zien we hier de chunk borders. En dan... zo, want het heeft natuurlijk een... plaatslimiet. Als ik het zo doe, dan... 40. Dan... structure void replace stone. Ja, het heeft een maximaal ding. Ik doe gewoon 30, want dat is makkelijk om mee te rekenen. 60. 90. 120. En 150. Dus dan heb je dit. Hier zie je de witte lijnen, deze zijn er al. Dan moet je hier dus weer opnieuw beginnen. Oké, ik denk dat dit wel groot genoeg is. Dus nu moet ik de files nog overbrengen naar de andere. En dan zou ik het daar gewoon in kunnen laden. Als je dat trouwens nog niet wist, de... structure blocks moet je altijd bij het laden meest noord en west doen. Want ze gaan namelijk in de positieve kopiëren. Dus dan moet je in de meest negatieve hoek ervan. En ook dus helemaal omlaag. En dan moet je hier dus gaan ploppen. Nou, dit zou me denk ik ook wel 2 uur of zelfs meer kosten om al dit weg te gaan halen. Maar ja, het moet maar, hè. Nou, oké, kijkers, dit is nog groter dan ik dus dacht. Maar dus de reden dat ik toch nog aan elkaar heb gedaan is, dan heb je alsnog gewoon echt kloppende mijnen. Dus bijvoorbeeld deze gaat recht door deze lijn hier zo heen, maar het is alsnog gewoon goed. En ja, maar ik heb dus nog meer nodig. Dus ik heb nog eentje naar de Z en dan nog in negatief zet, dus één negatief zet, 2 positief zet, dan heb ik nog nodig positief x, 1, 2, 3. Ja, 3 denk ik wel. Dus dat is nog erg veel. Aangezien me dit al een lange tijd duurde, dus... en het wordt ook gewoon heel pijnlijk om alles te vullen en zo. Maar ja, kijkers. Hopelijk vond je een leuke video. Doeg!